En daar is nog een village. Wat? Yo jongens en meisjes en welkom terug bij een nieuwe Minecraft video, aflevering 5 al. Ja. Dit is het vervolg van aflevering 4. Waar dat we nu onze huis terug moeten gaan vinden. Ik weet eigenlijk echt totaal niet meer waar dat mijn huis zou staan eigenlijk. Zo, ik kan me dood laten gaan, maar dan ben ik alles kwijt. Dus ja. Ga je varken. Nou, het is omdat ik wortels vast heb, zeker. Ah, oh, chips. Nee, nee. Ah, kijk. En als ik op mijn kaart kijk, dan heb ik echt gewoon niks, denk ik. Ah jawel. Maar ik draai niet mee. Ah jawel, nu wel. Oké, ik moet naar daar. Luxe, jawel. Oh, fijn. Fijn, en dan kan ik mijn kaart zo houden. Wacht, ik kan het normaal toch in mijn tweede hand zetten. Ja, zie. Oké, fijn. Kijk, ik ben niet echt zo'n totale noob. Maar ik ben precies wel heel ver van mijn dorp af, hoor. Dat is dan maar een gedacht. Oh, baby schaapje! Ah! Die kippen interesseren me niet. Ah! Hey, cutie! Shit. Oh, jawel. Is dat mijn dorp al? Dan is die kaart toch wel ja, ik weet niet. Of is dit een ander dorp? Nee, dit is mijn dorp. Jawel, we hebben mijn dorp teruggevonden. Oké, rustig. Kalm. Oké, we gaan mijn kaart wel even in mijn dingen houden. Oh, we hebben wel een zware zoektocht gehad. Diamonds gevonden en zo. Maar ja, ik moet deze aflevering wel zien terug te geraken daar. Want dan kan je de hout mee pakken. Dus ik ga eerst alles droppen, zien dat ik mijn lege inventaris naar daar ga, dan kan ik toch wel meer meepakken. Ik ga ook wel snel vleesjes pakken. Ik heb mijn inventaris zo leeg mogelijk gekregen. Oh, die kolen kan er ook nog wel in, daar heb ik nog niet op gelet. 40 torches kom ik wel mee toe. Dan ga ik eerst even vleesjes bakken. En dan gaan we terug op pad. Dan, ik had eigenlijk verwacht dat ik... te ver van mijn ingang ging zijn, maar blijkbaar dus niet. Want ik ben eigenlijk ergens op top van een... Echt ook gewoon... Waarschijnlijk heb ik dat in mijn vorige video weggeknipt, omdat ik echt gewoon stil was. Maar... Dat was ook gewoon... In ene keer, ik zag daar een gat met licht en ik heb daar gewoon naartoe gebouwd. En dan zo ben ik daar uiteindelijk uitgesukkeld. Maar ik was echt lang bezig met zoeken en ik was er gewoon stil van, want ik dacht van ja, ik ga gewoon zwijgen, want anders, ja, ben ik voor niks aan het praten, want ik neem dat, allee, ik kan dat mijn video laten, maar dat is ook niet zo leuk dat ik een hele tijd aan het zoeken ben naar een uitgang. Ik moet dat eigenlijk gewoon in mijn kop houden van, ah, daar is het, daar was ik ingegaan. En dat ga ik proberen ook vandaag te doen. En geen overbodige torches te laten hangen. Want dat is ook niet slim, omdat als ik zo, ja, een overbodige torch laat hangen, dan denk ik van, ah, ik ben daar. Maar dan is denk ik, ja, gewoon echt rond aan het gaan of zo, snap je? Dus... De kans dat ik eigenlijk op een goede weg was van naar hier te komen, was groot. Maar ja. Oké, als we een torch. Als we door een gat gaan, we zien een torches op de grond. Echt gewoon op de grond. Dan zijn we goed bezig. En water hier. Dan moeten we hier omhoog. Dus dan gaan we even een steentje kappen. En dan zetten we hier. Dan gaan we zo op. Ah ja, dan lijkt het dat we zo gebouwd hebben, oké? Okay? Weet je wat ik ook ga doen? Ik ga gewoon op daar
Een fakkel plaatsen, dan weet ik zeker dat we naar hier moeten. Ik ga nu ook een beetje verder zoeken. Ik heb al een beetje hout meegepakt. Oh, oké, ik dacht dat ik echt vol op mijn smoel ging vallen. Dat ijzer gaan we ook meenemen. Zou het leuk om ijzer te hebben. En diamonds te hebben natuurlijk. Maar laat zeker achter in de reacties wat ik daarmee moet doen. Moet ik daar eerst armor van maken of moet ik daar eerst een zwaard en zo van maken? Dus ja, laat het maar weten in de reacties. En dan, ik lees zeker mijn reacties, dus... Jawel. Oké, fijn om te weten. Nee joh! Daar is nog een gat naar beneden. En daar waren dingen. Daar was lava. Maar dude, eigenlijk... Wanneer gaat je stoppen met vloeien, joh? Dan ga ik even mijn ijzeren pickaxe moeten gebruiken. Wel dom is, denk ik. Maar voor goud mee te nemen, denk ik wel dat dat... een tactisch plan is. Ik hoor ook nog wel ergens wat... en zombies. Maar ja, dat is logisch dat we zombies horen. Hey, maker! Wat denk je, ja? Wow, wat denk je, ja? Dat je naar boven mocht komen? Wow, wat denk je, ja? Wat denk je, ja? Niet met mij, hoor. Oké. Maar ik was dus eigenlijk gewoon een beetje nieuwsgierig wat dat er met die lava misschien ergens dingen was of zo. Maar ik denk het niet. Ik ga ook niet te ver van mijn uitgang en ingang eigenlijk gaan. Want dan ben ik weer al een half uur aan het zoeken. Dus ik ga gewoon proberen wat kistjes nog te vinden. En treinsporen mee te pakken. Oeh, hier is nog een kistje. Oh, die heb ik al gepakt. Oh, toch niet? Wat? Dacht ik dat ik die gepakt heb. Nog een ijzeren pickaxe. Lekker. Oh, deze is snoepen. Oké, ik had wel liever ook nog een diamond erin gezien. Maar dat maakt niet uit. En hier is ook lava en water. Dus ik ga hier ook niet... Ik weet het ook niet, hè. Misschien zijn daar diamonds. Misschien ook niet. Misschien wel. Misschien niet. Je snapte. Dat is... Ik zou wel willen gaan kijken, maar als ik mij dan onnodig dood laat gaan, ja... ik denk dat ik gewoon terug... wat... hout ga hakken. En die treinsporen al gaan meepakken, want ja... Ik denk niet dat ik nog veel kistjes ga tegenkomen. Ik denk dat ik wel echt... deze wel zo goed als leeg heb geplukt. Buiten dan dat ik dat hout allemaal moet meepakken. Het is niet echt mijn ingang. Maar ja, hier kunnen we er toch ook uit. En dan denk ik dat ik zo rond moet. En dat ik dan eigenlijk echt gewoon bij hetzelfde uitkom. Zie, want daar is mijn dorp. En zie, hieronder was mijn ingang. Dus het maakt niet veel uit. En daar is nog een village. Wat? Nice. Nice. Oké, we gaan daar eens kijken. Misschien is daar wel een levendig dorp, hè? En die kans zit er wel een dik in. Dan gaan we die gewoon leeg plukken. Had ik toen gewoon even verder gaan lopen, dan kwam ik gewoon een levendig dorp tegen. Want het ziet er echt wel levendig uit, eigenlijk. Dan heb ik een dilemma. Ofwel trekken we in bij dat levendig dorp, ofwel gaan we ons, die villagers, proberen te genezen. En dan hebben we daar ook terug een levendig dorp. Dus hier is nu een pol. En zeg daar maar van, Brentje. Doe dat maar. Of Brentje, niet. Jullie kunnen stemmen. Stem maar gewoon. Maar ik zie... toch, villagers, jawel! Hier is een levendig dorp. Luxe. Oh, dat is wel fijn. Huh? Wat heb je? Oeh. Huh. Ja, ik vind het altijd wel leuk als je zo... Ah? Normaal liepen die dan toch allemaal in hun huis? Oeh, wat? Obsidian, wat? Wow, yo, luxe, allemaal meenemen. Die handel. En dat is mijn dingen toch nog vol. En het is ook wel donker aan het worden, maar... loslaten. Ik denk dat ik hier moet gaan wonen.
Maar dan is mijn doel eigenlijk voor niks geweest om zo... om dat zo levendig te maken, maar... weet je, misschien zijn dat ook van die inwoners... dat eerst bij mijn dorp hebben gewoond, en dan... is dat aangevallen geweest door zombies of zo, en dan... hebben die deze gebouwd of zo. Ik weet het, ik heb veel fantasie. Maar het is wel leuke fantasie. Oh, oké, deze kunnen we ook gewoon leeg plunderen, of hè? Maar hier is niks van kisten of zo. Dat is dus het jammer eraan, hè? Oh, ja, een skeleton. Oh, maar die heeft wel een speciale boog, zag ik. Kom hier, vriend! Oh, nee, nog een, kut. Damn it! Nou, één ijzeren borstplaats is natuurlijk wel goed genoeg. Duurzaamheid! Oh, oké. Okay. Slap wel. Ja, nee, om echt. Had ik gewoon verder blijven lopen, had ik gewoon een levendig dorp tegengekomen. Hop, goud, hop. En dan gaan we daar nog even niks mee doen. Dan gaan we ook nog een paar dingen maken zelf. Een paar koolblokken. Zo is zo goed, denk ik. Alhoewel, nee, we kunnen er nog wel maken. Twee extra gemaakte pataat. Dan kunnen we misschien ook nog wel... Ah ja, ook nog kool. Dan kunnen we er misschien nog wel taartjes van maken in een volgende video. Dan ga ik mijn kist hier ook zetten. Bam. Dan hebben we nog plaats genoeg. Bam, bam. Appeltje. Dat. En dat. En dat. En dan... ja, is het tijd voor de video af te sluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Geef een like wanneer je nieuw bent. En vergeet ook niet op dat belletje te duwen. Dan weet je wanneer ik iets upload. En dan zie ik jullie hopelijk terug bij een nieuwe aflevering. Bye bye. I'm not the one who's always right.